zijn van die dingen die weet je gewoon niet op het moment dat je bouwt. En blijkbaar zijn die machines gebouwd, maar je begint met de centrale as. Daarna maak je die hele wat gebeurt er vandaag? Hier zit een reflecterend bandje op. Hier zit een sensor. Variaties gaan maken, dan krijg je Baby Roy, Tinder Roy, Lady Roy, allemaal dat soort dingen. Oh ja, dit is dan BVT. Deze hebben we een keer uitgeleend aan het Historisch Museum Rotterdam. Die heeft Sjouke tijd geleden van mij gehad. Oh ja, en dit is dus die Manchester van Heek. Ja. Maar wat ik nog even doen is... Of een kiel. Ik wilde geen jurkje aan, ze had een broek met een skeletje. Ja, maar juist een fijne. Ja. Ja, dit is een soort jurkje van haar. We drukten Lady Roy voor dames en kinderkleding. Maar met je haartje van je kinderkleding. Ja, die dit zijn gedrukte katoentjes, ook dus van Heek. En dit wordt Real Hands genoemd. Dat zijn zeepdrukjes. Ja. Dus dat ging dit is zeven, met een rolle zeep, maar met een platte zeep. Ja, met zo'n raar. Ja. En dit wordt real hand genoemd. Dus kun je ook voorstellen dat het allemaal wat duur is. Dit is geen real hand. Dit is een gewone schoen. Die jij daar beet hebt, Jan, dat is een real hand. Ja. Dat zie je ook wel aan de zijkant staan. Heel mooi. Nee, dit is allemaal, ik laat nu allemaal van niks. Ja. Je hebt zeven. Real hand. Ja. Maar omdat het real hand is, dat het een stof niet goed, de verkoop niet, dan veranderen ze rustig de naam. Of een bepaalde stof loopt heel erg goed en hebben ze een stof die eigenlijk heel anders, die geven ze dan ook die naam, want dat loopt zo goed. Lekker. Dus er wordt ontzettend gerotsen. Het ene staaltje beverteen, is het andere staaltje niet hetzelfde, dat voor waaien uit al die stofjes. Dus ik vind dat vaak wel moeilijk. Ja. Nee. Ik denk niet zijn allemaal. Ja. 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 Textielkennis is dus ook een ding. Er is voornamelijk katoen gedaan hier in Enschede. Als je het over Tilburg hebt, heb je het over wol. En dit is echt katoen hier. Is dat cashmere ingesteld? Hemdentril. Moeten we met dit... Want ik ben bang dat het... Ik ben zometeen... Jonge studenten, het waren over het algemeen meiden die dat deden, die dessertontwerpen en meenkoop bedrukte katoen, dus voor de cultuurstoffen. En zij huurde daarvoor bekende ontwerpers in, Max Heijermans. En die fotocampagne heette Meisjes en Meenkoop. En jullie kennen allemaal vakmanschap is meesterschap van de brons. Dan had je de goudsmid en dan had je de...